Bedrijfsleven en overheid. Vandaag levert het Polytechnic College uw kader af dat direct inzetbaar is. Maakt u gebruik van deze deskundigen om de ontwikkelingen en innovatie in ons land te bevorderen. Dit zei Robbie Holband, directeur van het Polytechnic College, gisteren bij de uitreiking van de diploma's aan 21 bachelor en 11 master studenten. PTC is het enige instituut in Suriname dat hogere technische beroepsopleidingen aanbiedt. Holband zei aan de afgestudeerden dat het ondernemerschap niet voor een ieder is weggelegd, maar onder hen zijn er zeker enkelen die als ondernemer kunnen functioneren. Hij roept ze op die uitdaging aan te gaan. Gaat u die uitdaging aan en helpt u daarmee ook de Surinaamse samenleving en de regering met het terugdringen van die sociale kosten. Als u kijkt naar de begroting, de minister zei vandaag niet hier, omdat ze allemaal in het parlement moeten zitten, dan zult u zien dat de sociale lasten heel zwaar zijn. Als ondernemer zorgt u ervoor dat u zeker 2-3 mensen extra aan onderhoud kan helpen. En dat betekent het terugdringen van die lasten van de overheid. Het thema van de avond was op weg naar morgen. De weg van morgen is afhankelijk van de voorbereidingen van vandaag, zei Holband. De afgestudeerden moeten zich verder ontwikkelen. Met hun diploma in de hand hebben ze de weg naar morgen overwonnen en stappen ze formeel verder op weg naar een toekomst met vele mogelijkheden. Amalia Rahamat, lid van het bestuur, zei dat de techniek de basis is van elke ontwikkeling. Een paar jaar geleden heeft de regering een werkgroep geïnstalleerd, belast met de opzet van een Surinaamse Nationale Trainingsautority. Deze autoriteit moet ervoor zorgen dat wij binnen niet al te lange tijd ook technisch kader kunnen produceren dat aan internationale standaarden voldoet. PTC bestaat binnenkort 20 jaar en heeft haar bestaansrecht bewezen. Rahamat roept de regering op dit instituut te ondersteunen. Het is daarom ook om die reden dat wij als bestuur de regering oproepen om de ontwikkelingen die dit instituut doormaakt te ondersteunen. Als een van de oudere, hogere instituten van ons land heeft dit instituut nog steeds geen eigen onderdak. Ik denk dat u allemaal dat hebt ervaren. Maar we geven de hoop niet op. En wij als bestuur zullen natuurlijk inzetten dat het bestuur, dat het instituut beloond wordt met op zijn minst een terrein, zodat we ook onze eigen gebouw kunnen opzetten. Sowieso bedoeld voor de studenten na u. De geslaagden zijn afgestudeerd van de studierichtingen Agriculture and Health, Elektrotechniek, Informatiecommunicatie en Technologie, Infrastructuur en Werktuigbouwkunde. Het PTC is ISO-gecertificeerd en biedt project- en praktijkgericht onderwijs aan, waar kennis en technische innovatie voorop staan.